Super blij. Het is maar een begin, maar ik ben zo super blij met deze uitspraak. Mooi vroeg verjaardagscadeautje. Ik ben morgen jarig, dus dit is een mooie uitspraak. Geweldig eigenlijk. Dit is een grote stap voorwaarts. Het gaat allemaal over deze fabriek van het bedrijf Chemours in Dordrecht. Uit de fabriek zijn jarenlang veel giftige stoffen gekomen die in de omgeving terechtkwamen. Volgens de rechter wisten de bazen van de fabriek dat de stoffen slecht waren, maar deden ze er niks aan. De gemeente Dordrecht, die de rechtszaak begon, dacht dat al. Ze hebben het altijd geweten. En dit wordt wel bevestigd daarmee dat ze inderdaad de informatie echt verzwegen hebben. En dat vind ik echt wel heel zorgelijk, teleurstellend zelfs ook, ja. In de fabriek van Chemours worden stoffen gemaakt die ervoor zorgen dat spullen beschermd zijn tegen water of vet. Zoals regenjassen of koekenpannen. Maar tijdens dat werk komen ook giftige stoffen vrij. Die stoffen heten PFAS en die stoffen zijn, als ze in de natuur terechtkomen, een groot probleem. Dat komt doordat ze bijna niet meer opgeruimd kunnen worden. Dat is slecht voor de natuur en als mensen er te veel van binnenkrijgen, is het schadelijk voor hun gezondheid. Chemours wist dat dus, maar bleef lange tijd duizenden kilo's PFAS-stoffen in de natuur dumpen. Toen zijn er gewoon tonnen van dat gevaarlijke spul over ons uitgespreid hier. Daar kan Chemours niet meer omheen. Dat heeft de rechter gezegd, dat staat vast en jullie zijn verantwoordelijk en aansprakelijk. De fabriek moet nu een groot deel van die schadelijke stoffen gaan opruimen. Bijvoorbeeld in deze zwemplas die gesloten is, omdat er te veel PFAS in zit en het gevaarlijk is voor kinderen. En ja, dat zijn natuurlijk wel de gebieden waarvan je zegt, ja, voor de inwoners zo belangrijk. Ja, die moeten echt schoongemaakt gaan worden. Maar PFAS-stoffen weghalen uit het milieu is dus heel ingewikkeld. De gemeente Dordrecht vindt dat Chemours met een oplossing moet komen. Wij zijn ook benieuwd waar Chemours mee gaat komen uiteraard. Maar laten we maar vanuit gaan dat er altijd wel een techniek ontwikkeld kan gaan worden.